Paul Reumer. Hij heeft ook zo'n rattenkop. Maar die Paul moet toch wel heel veel geld krijgen voor dit vreselijke baan. Ja, maar Paul Reumer, dat is een gozer. Nee, ik zei vertellen. 10 mei! Ja, 1940 kwamen die moffen binnen. Ja hoor. 11 mei 1940 stond Paul te solliciteren ergens. Die zei, oh, het lijkt me ook nog zo'n mooi zwart pak van Hugo Boss. Met zo'n lekker glimmend doodshoofdje op mijn voorhoofd. En dan kan ik lekker mensen erin naaien. En ik doe alles wat je zegt. En achteraf zeg ik, bevel is bevel. Wat maar een vieze ding is dat, Paul heeft wel een zeg. Beetje een Duits hoofd. Nou, hartstikke Duits hoofd. Je ziet zo die zwarte pet zie je op zijn hoofd zitten. En dan overal, oh, dan probeert hij overal centjes te pakken en mensen te naaien. En dan zegt de baas wat hij moet doen. En zegt hij, ja, is goed meer. Wat een vies eng mannetje. Maar eigenlijk is het ergste met Paul, nu we toch enigszins fashion aangekleed zijn. Paul, als je nog maar zo weinig haar hebt, ga kaal. Ja, of neem een kogelvrije kuif. Of laten implanteren. Maar ja, goed, tot zover ons goed bedoelde advies aan Paul. Paul, je bent een vies man. Paul heeft een beetje dezelfde onbetrouwbare uitstraling als Wesie. Oh ja, maar als Paul uiteindelijk eruit wordt geflikkerd bij John de Mol, gaat hij bij Wesie aan de slag. Ja? Dat zijn dezelfde soort, dat addergebroed noemen wij dat thuis. Addergebroed. Ja. Dat is het laagste der laagste. Dat is, als je dus het doucheputje hebt, daar het poepgaatje van. Dat zijn dat soort mensen. Verschrikkelijk. Reumer en Wesie, ik zie dat wel een programma in. Reumer en Wesie, ja. Reumer en Wesie. Dat is godverdomme net een strip uit de Tweede Wereldoorlog. Reumer en Wesie geven mensen aan. Reumer en Wesie halen huis leeg van mensen die naar een kamp gestuurd zijn. Kan toch? Ja. Je ziet het toch zo? Ja, nee, zo. En dat doen ze met liefde, hè? Ja. Oh, je had ook heel veel van die smeerlappen in Nederland. Die wilden dan 7,50 gulden per mens die naar de kampen moest. Deze jongens deden het gratis. Gewoon omdat ze dat lekker vonden. Voor een goed gevoel. Ja, voor een goed gevoel. Wat een verschrikkelijk enge mensen. Reumer en Wesie. 1000%.